Vrijdagavond 23 april, 8 uur. Tijd om afscheid te nemen van een schitterend seizoen van Beerschot. Met tal van actoren die dit mogelijk hebben gemaakt. Ondertussen zijn we aanbeland in de studio en onze eerste gast is Francis Franke, de voorzitter. Francis, welkom in de studio. Zeg, wat vond je van dit seizoen eigenlijk? Verrassende vraag. Hè? het was, ja, dat het een fantastisch seizoen geweest is, dat is natuurlijk, dat is zo. Maar wat mij misschien betreft is het gevoel van we are back where we belong. Hè? We zijn terug van waar we eigenlijk thuis horen. Dat gevoel heeft toch overheerst. En dat merk je aan van alle dingen. Om daar een anekdote over te vertellen, bijvoorbeeld als Beerschot, als bestuur of als ploeg bij de tegenstander wordt uitgenodigd om de wedstrijd te spelen, dan zeg je, Beerschot is daar. De Beer is daar. Het respect dat ze hebben. We voelen aan dat we echt terug welkom zijn en met veel respect worden. Die naam die blijft zinderen. Je blijft zinderen en je voelt ook aan dat dat iets is dat nooit is weg geweest. Maar dat nu terug is gekomen op het niveau waar dat we eigenlijk toch wel moeten zijn en waar we echt thuis horen. Ja, want het was natuurlijk een pak werk hè, sinds de overname. Ik denk dat jullie het ene hebben moeten uitkaarsen om Beerschot terug te brengen waar we nu zijn. Het is te zeggen, er is ook in het verleden fantastisch werk geleverd. En we hebben natuurlijk een beetje kunnen breien op het succes van die eerste jaren dat ze toen hebben beleefd. Niet alleen sportief, maar ook organisatorisch. Wat niet wil zeggen dat er enorme stappen gezet zijn door de club. Hè. En we willen er nog altijd heel wat moeten gaan zetten. Maar het, in het begin, wat mij dan persoonlijk wat betreft, was het een groot avontuur. Hè. Ik ben geen voetbaldier. Ik had weinig ervaring daarin. Dus dat was even schrikken. Maar momenteel is dat... Je zegt het zelf, je was niet echt een voetbaldier, niet echt geïnteresseerd in voetbal, maar wel organisatorisch. En natuurlijk, omwille van je firma, heeft het eigenlijk opgebracht. Ik bedoel nu centje per centje, maar heeft dat opgebracht voor uw firma? Is het waard geweest? Ja, dat is een belangrijke vraag, want het blijft natuurlijk toch een investering die we gedaan hebben. Niet alleen een investering in tijd en in engagement, in passie, want dat hoort daar ook bij. Voetbal is passie. En als je daar geen engagement in kunt nemen en van kunt genieten, dan moet je dat niet doen. Maar het blijft natuurlijk ook een financiële investering die toch op lange termijn ergens moet kunnen verantwoordbaar zijn. Maar dat is ook zo, dat daar hebben wij vertrouwen in. Momenteel hebben we opnieuw een zeer moeilijk jaar gehad met het corona-verhaal. De club heeft zwaar moeten investeren. Die engagementen die zijn genomen door de investeerders. En we rekenen nu toch ook op financiële successen in de toekomst. Die moeten er wel komen, ja. Maar ondertussen kan je natuurlijk ook optrekken aan datgene wat de club doet. Aan uitslagen. Wat was het mooiste moment voor jou dit seizoen? Bedoelt u dan van een sportieve moment? U mag iets anders kiezen ook. Maar... Weet je, het zal misschien met velen zullen zeggen, ja, was het de 5-2 tegen Genk of de 4-0 bij de rust tegen STVV? Ik ga iets anders zeggen. Wat mij, en dat was helemaal in het begin van het seizoen, de eerste wedstrijd die ik dan als voorzitter van een ENA-ploeg mocht meemaken, ik zat nog maar amper op mijn stoel. En na 1 minuut maakte Marius Nubissi het doelpunt op het hoogste niveau tegen Oostende. Alwel, dat was voor mij, dat was Beerschot. Dat was een moment, een magisch moment. Zo kort natuurlijk, toen de wedstrijd was helemaal net gestart, maar dat was een Beerschot-doelpunt, zoals ik achteraf ook fantastisch heb van kunnen genieten. De Tom Pietermaat die bal afpakt, die pas naar Marius, die ontlading, dat was fantastisch. Alwel ja, de eerste moment, de eerste minuut. Je zei het daarnet ook, een engagement, dat moet hopelijk ook voor de continuïteit van een club blijven duren. Dat bevestig je, die continuïteit? Oh ja, absoluut. Ik denk dat iets is wat we helemaal in het begin van dit avontuur hebben bevestigd of het engagement hebben genomen. En het is nog nooit zo intens geweest naar de toekomstige plannen die we hebben. Sportieve plannen, maar ook organisatorisch, het treinscomplex waar we ook mee bezig zijn, dat we gaan bouwen. We zijn in een afrondingsfase naar plannen toe. Dus we hopen op heel korte termijn daar met beelden te komen, met mooie,
mooie renders te komen dat aantoont dat onze ambitie eigenlijk echt wel groot is, hoor. Maar het zal een samenhorigheid zijn, want dat is misschien toch ook iets die we nog moeten gaan intensiveren. Hè? Dus zoiets doe je niet alleen en we zullen sporters nodig hebben. Zeker en vast. Ik ben in ieder geval blij dat je aan het hoofd van de familie van Beerschot staat. Oh, voilà. Bedankt. We zien voor het compliment. Elkaar terug volgend seizoen. Veel plezier. Een seizoen dat voorbij is, dat betekent natuurlijk ook dat er afscheid genomen wordt van sommige spelers. En dat is het geval voor Loris Brogno en Greg Griset. Merci d'être ici. Cette saison était remarquable pour nous tous. Comment avez-vous vécu ça? Très bien. Quand tu commences une saison comme celle-ci, bah, super. On a pris pas mal de points, surtout au début de la saison. Mm-hmm. Et ok, à la fin, on finit à la 9e place. Peut-être un peu déçu de ne pas avoir été dans les playoffs, mais la saison a quand même été une réussite pour nous tous. Ouais. La même chose pour vous? C'est vrai que c'était une très belle saison. Quand on enchaîne les matchs et les victoires comme ça, ça motive tout le groupe, même ceux qui ne jouent pas. Donc voilà, on a vécu de très bons moments cette saison. Ouais. Elle était très remarquable. Le Beerschot, c'est un club spécial pour nous tous aussi. Mais personnellement, ceux qui en ont... Ce qui rend la Beerschot si spéciale pour vous, comparé aux autres clubs? C'est un club de fanatiques. Donc, sur le terrain, ou sous... Les deux. Les deux. Donc c'est un club très, très fanatique. Après avec le Covid, c'était compliqué cette saison. Ouais. Mais voilà, c'est le football, c'est la vie. Mais ouais, je pense... C'est un club d'acharnés, parfois supporters critiques. Oui. Voilà, ça fait partie du jeu. Mais... Sur les social media. Oui, aussi, mais ça prouve qu'ils aiment aussi le club. Ah oui. Voilà, c'est vrai que c'était plus ici au Beerschot que dans les autres clubs. C'est ouais. La différence, je pense, qu'on peut comparer avec ça. Et le moment le plus mémorable dans votre année ici, c'est quoi? Pour moi, ça restera le match du titre, parce que c'est un des seuls que j'ai joué cette saison. Mais c'est vrai que c'était vraiment une très bonne ambiance. Et voilà, pour moi, ça restera le souvenir de mes 3 ans ici au Beerschot. Après, c'est vrai que c'est un club qui en veut toujours plus, qui n'est jamais rassasié. Et ça prouve l'ambition du club. Ça fait mal de dire adieu? J'ai passé 3 années ici, 2 années en 1B. Champion, super, c'est un super souvenir. Et puis une saison en première division, en 1A. Donc, j'ai passé 3 saisons, j'ai connu une montée, une stabilisation en 1A. Et voilà, après, il est l'heure de dire au revoir. Ça fait partie de l'histoire d'un joueur de football professionnel. Et voilà, c'est comme ça, c'est le foot. Hein. Oui, c'est le foot, oui. C'est comme ça dans toute ta carrière. Ouais. Et l'année prochaine, où venez-vous? Il est encore un peu tôt pour le savoir. Moi, pour ma part, ce serait vrai qu'au final, c'est le club où je serais resté le plus longtemps dans ma carrière. Donc forcément, de devoir dire au revoir à tous les gens, tout le staff, toutes les personnes autour du club, ça va me faire un peu bizarre, mais c'est le foot et c'est comme ça. Et pour vous? Pareil, l'ambiance dans l'équipe était top. Que ce soit avec le staff, joueurs. On avait vraiment une super bonne ambiance. Tous les uns pour les autres, soudés. C'est rare quand on a une bonne ambiance comme ça dans l'équipe. Et c'est vrai que ça va manquer, ça. On était 3 ans ensemble. Et 3 superbes années sur le terrain, comme aussi en dehors. Donc, beaucoup de rigolades. Ok. Donc, ouais, c'est ça le petit pincement au cœur qui va y avoir quand on va partir. Merci d'être à voir ici, dans le Beerschot. Et je vous souhaite tout. Que vous voulez. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci.
Een club zonder jeugd, dat is een club zonder toekomst. Maar gelukkig zijn er hier mensen bij Beerschot die die jeugd gaan omarmen en begeleiden en zo ver mogelijk krijgen. En dat is Mark Nowe, coördinator voor de belofte in de U18. En David de Smet, je kent hem als speler, maar ook natuurlijk als jeugdcoördinator. Hè. Youth manager, schone naam. Waar ligt de focus bij jou als je het over de jeugd hebt van de Beerschot? De focus die ligt in eerste plaats over het zetten van een structuur. Ik vind het heel belangrijk om je structuur goed te zetten. Wat bedoel ik daarmee? Goede afgeleide taken, de juiste mensen op de juiste plaats. Dat is een taak waar we mee begonnen zijn vorig jaar maart, april. Waar we al eerste stappen in gezet hebben en die we nu verder gaan ontwikkelen. Ik ben van mening, en de meeste mensen rondom, dat je eerst een goede structuur moet hebben vooraleer je goede spelers kan ontwikkelen en dan vooral ze houden. Je kan goede spelers aantrekken, maar als de omkadering niet juist zit, dan ga je die ook niet kunnen houden. Okay. Dus, en daarin kan natuurlijk Mark Nowe een grote rol spelen als jongere coördinator ook. Mark? Ja, ik denk dat wij... Wat Davy zegt, in maart en april hebben wij eigenlijk een tussentijdse evaluatie gemaakt over de werking van de afgelopen jaar. En dat wij eigenlijk met een soort taskforce een advies hebben gegeven aan de club en ook aan Davy, ook aan Sander van Praat. En dat die mensen eigenlijk gewoon daar echt goed op geanticipeerd hebben. En ik denk dat we sinds dat moment echt stappen hebben gezet. Ja, jij kent de club al heel lang, hè Mark. Jij bent hier al gepokt en gemazeld Beerschotter. Ik zeg altijd, het is een moeilijk lief. Je ziet ze graag, maar af en toe zouden ze toch een stap vooruit of achteruit of wat dan ook willen geven. Ja, ik denk dat er doorheen de jaren altijd, ook, ik kijk dan ook naar die faillissementen, die zeer moeilijke periodes. Ik denk dat de club altijd geleefd heeft op veel emotie en weinig structuur. Met mensen die het goed meenden, maar eigenlijk misschien niet zo sterk waren op voetbalzaken, ook waarschijnlijk op het voetbaltechnisch, maar ook het financiële, de omkadering, de structuur, de visie. En dat is anders nu? Ik vind dat wel, ja. Er is ook veel meer rust in de tent. Dat wordt echt bepaald door mensen die nu aan zit zijn. En daar maken wij voor een stuk echt allemaal deel van uit. Maar ik denk dat dat vroeger echt het geval was. Ook weinig centen en toch van die transacties en transfers doen waar je van zei, kijk, dat kan nu echt niet. Ik denk dat dat nu echt niet meer is. Voel je dat ook aan de sfeer binnen de spelersgroep? Jawel, absoluut. Ik denk dat je dat voelt binnen heel de club. Hè. Mijn grootste deel van de tijd zat ik op kantoor hier. Hè. En dan voel je toch ook aan alle andere medewerkers dat er een bepaalde rust is. Hè. Ik zal niet zeggen rust in werkuren en werkijver, absoluut niet. Maar wel rust in het algemeen beleid van de club. Hè. Zie, en naar de jeugd toe, is het dan enkel maar het pure sportieve voetbaltechnische? Of zit daar ook een sociaal randje aan? Nee, daar zit ook absoluut een sociaal randje aan. Hè. Ik denk dat je als jeugdwerking een geheel pakket moet kunnen aanbieden. En dat je op alle vlakken moet de jongens ondersteunen. Hè. Bij ons gaat dat sinds dit jaar over een videoanalyse. Dat is wel sportgericht. Maar we hebben ook nu een mental coach die erbij gekomen is. We zitten met studiebegeleiders. Want vergis u niet, wat voor ons heel belangrijk is zijn ook de studies. Hè. We leggen daar heel hard een nadruk op. Dat is al lang, hè? Dat is eigenlijk ook een deel van de club van vroeger al, herinner ik me. Ja. Dat wordt nu verder gezet op dezelfde manier. Je gaat ook zien dat spelers die goede studies doen, dat die ook de juiste attitude en mentaliteit op vlak van sport hebben. Nu kan ik me voorstellen, Beerschot heeft altijd wel een randje ook gehad, zowel bij de sporters als bij de spelers. Met de jeugd is dat dan nog een stukje meer, want die zijn onverbloemder, die zijn ondoordachter. Wordt daar op ingespeeld? Niet echt. Maar wat er wel is dat Beerschot wel nog altijd een echt goed product is. Ik zie dat bijvoorbeeld bij leerlingen bij ons in de school, als er toch interesse is vanuit deze club, dat die spelers wel... Ja. En ook, we hebben ons verleden ook wel mee, ondanks dat we ook wel heel moeilijke periodes hebben gehad. Maar ik denk door het verleden heen dat Beerschot eigenlijk ook altijd stond voor goede jeugdwerking. Ik denk ook aan het verhaal Germinal Beerschot in de tijd. En ik denk dat we daar nu stilletjes aan naartoe aan het groeien zijn. Dat moet ook, vind ik. Dat ziet er echt goed uit. Ja. En over welke getallen spreken we van jeugd en uw beloften en uw 18? Wat bedoel je met getallen? Die getallen, hoeveel volk hebben jullie onder? Ja, die kernen zijn best groot.
denk dat wij dit jaar specifiek wat beloften in U18 betreft. Hè. Dat is toch een beetje de postformatie, bovenbouw. Dat het toch gemakkelijk gaat over 50 spelers. Uh-huh. Die echt vanuit een team worden opgevolgd. Hè. Daar juist studiebegeleiding, maar ook physical coaches, videoanalisten, teamtrainers. Dan zitten daar ook nog eens coördinators bij, een youth manager, een teamafgevaardigde. Echt professioneel. Maar dan kan ik me voorstellen dat je wel een eigen stek nodig hebt. Maar ik heb goed nieuws voor u, want daarnet heeft de voorzitter gezegd dat er iets gaat gebouwd worden. Ja, laat ons hopen. Hè. Ik denk dat de plannen wel... Ja, hij heeft het gezegd, dat kan niet meer terug natuurlijk. Nee, dat klopt, dat klopt. Dan moet ik dan eens terugkijken naar dat interview ook. maar ja, nee, we zijn er al geruime tijd mee bezig hè, om alles op papier te zetten, de plannen uit te tekenen, want dat vraagt wel wat werk. Hè. Het is niet zomaar we gaan bouwen, het is ook op de juiste manier. Je krijgt maar eenmaal de kans om het goed te doen. Ik hoop echt van harte dat het er zou komen, want dan gaan we enorme, enorme stappen zetten met dat complex. Laat hem bouwen. Met stenen bouwen jullie met de jeugd verder aan een heel sterk beerschot voor de toekomst. Gaan we doen. Dank u. Het waanzinnig goede seizoen van een Beerschot, dat hebben we veel te danken aan natuurlijk de spelers op het veld. En er zitten er twee hier bij mij die er heel veel van deel uitgemaakt hebben. Jan van den Berg en Mike van Amel, van voor en van achter. Hoe kijken jullie terug op dat seizoen, Jan? Ik denk dat het een heel mooi seizoen is voor de club. Ik denk dat de ambities waren om 14e te eindigen. Dat we 9e geëindigd zijn, het is jammer van de play-offs. Maar ik denk dat we over het algemeen kunnen zeggen dat we een topseizoen gehad hebben. Een heel goede keeper ook, hè. Mike, echt waar. Maar jij hebt toch een heel aantal matchen gered ook. Ja. Het is ook zo. De indruk die nagelaten is, maar het is uiteindelijk altijd een teamprestatie. Hè. Het is cliché, maar we hebben goal nodig om te winnen. We hebben goede verdediging nodig en daar hoort een jij vertrouwt een goede jij vertrouwt die verdediging eigenlijk heel goed, waardoor jij ook normaal op scherp kunt staan. Ja, maar het is zo. Het is een beetje zoals gezegd, het is een wisselwerking en het is in heel vertrouwen naar mijn verdediging, om het zo te zeggen. Ik ben heel blij met de jongens die voor me staan, zowel Frederik als Stipe die erbij komen is. Heel zeker met Jan die voor me staat en anderen. Dennis die er ook stond. Dus, ja. Af en toe, Jan, natuurlijk storm jij naar voren en dan gaat een doelpunt van jou gewoon de wereld rond. Beschrijf eens. Ja, dat was eigenlijk niet veel aan te beschrijven, want het was gewoon een schot van op afstand. Schot van op afstand. Dat mooi binnenging. Ja. Dat is toch een zalig gevoel, hè, dat een bal zo raakt. Dat is toch echt schitterend. Daar denk je ook niet over na. Dat gebeurt me niet al te vaak, dus daar kan ik wel eens van genieten dan. Ja. De supporters hebben jullie moeten missen. Want ik denk dat sommige dingen die jij hebt gedaan, sommige dingen die jij hebt kunnen uitvoeren, hier op Kiel de hel zouden losbreken. Hoe voelt dat op een veld? Ja, dat is wel een manco geweest. Zeker in ons begin van het seizoen. Omdat we hebben gewoon een heel goed begin gehad van het seizoen. Ja, schitterend. Hè? En als we daar dan supporters bij hadden, dan was het hier echt wel een hel geweest voor teams om te komen spelen. We leggen er 5-6 binnen tegen Sint-Truiden, tegen Genk. We winnen tegen Anderlecht. Dus dat zijn echt wel matchen die voor supporters heel veel waarde hebben. En zij hebben ons gemist, maar wij hebben hen zeker evenveel gemist. En puur speltechnisch, wat dat beter misschien gekund voor die play-offs toch te halen? Kan je daar een vinger op leggen? Goh, ik denk dat het vooral een weerbod was van de lange periode dat we al met de groep aan het werken waren. Ik denk dat deze groep al 8 of 9 weken voor de rest van de competitie begonnen is aan dit seizoen. En dat je dat wel voelt op het einde. Ja. Goed, een groep zeg je. Een groep moet elkaar kennen. We gaan eens een quizje doen van elkaar. Oké. Mike, tegen wie scoorde Jan zijn eerste goal? Voor Beerschot? Ja, niet vroeger. Nee, dit seizoen. Ah, dit seizoen? Ja. Zijn eerste goal. Hij heeft hem zijn eerste goal gemaakt. Kopbal. Weet jij het nog? Weet het denk nog. Het wel, ja. Ja, zeg het dan. KV Mechelen. KV Mechelen, oké. Okay. Ja, dat is dus geen punt voor jou, maar... Oké. Okay. Een teamprestatie. Ja. En voor beide.
Hoeveel minuten heeft Mike gespeeld dit seizoen? Wie het dichtst bij is, heeft het gewonnen. Beide antwoorden. 3360. 3360, wat denk jij? 3400. Dan heeft Mike juist, want het is 3060. Dus jij bent het dichtst bij. Hoeveel saves heeft Mike dit seizoen gedaan? Echte saves. 1. Ik was aan het denken, een twaalftal. Nee. Een twaalftal? Nee, ik denk... 150. 150. Hoeveel denk jij, Mike? Rond de 100. 107. Weer al 2 punten voor Mike. Ook voor beide. Hoeveel minuten heeft Jan gespeeld? Hoeveel minuten heeft Jan gespeeld? Hoeveel minuten heeft Jan gespeeld? 2460. Dan heeft Jan een punt, want het was 2399. En dat is een stomme vraag, maar het is wel een goeie. Wie zou het beter doen? Mike op het veld of jij in de goal? Jan? Als Mike mijn meters moet lopen, ik sowieso in de goal. Loop. Als het om de kwaliteit, als het om de kwaliteit gaat, Mike. Maar shotten ken je wel, hè? Ik probeer dat toch. Ja. Goed. Maar Jan kan ook heel goed in de goal staan. Serieus, Jan? Ja. Ik heb 70 minuten in doel gestaan op Union bij Hest. Amai. Maar dat was niet zo geslaagd. Maar je stond er tenminste. Dat vind ik wel. Hopelijk moet dat niet volgend seizoen zijn. Heren, bedankt voor je komst. En volgend seizoen gaan we ervoor voor die play-off 1. Hè? Ja. Gaan we doen, hè? Ja. Oké, bedankt. Het einde van het seizoen, ik heb het al eens gezegd, ja, dat betekent dus ook afscheid nemen van iemand. En dat is ook bij Jan zo. Maar toen Jan hier aankwam, stelde hij zich ongelooflijk grappig voor in het Nederlands, terwijl hij eigenlijk Russisch spreekt. Maar jij zei, you said, what did you say when you introduced yourself? Ik ben Kazak, ik ben linksback. Voilà. Ja. Rijmen en dichten zonder, ze gaat enzovoort, enzovoort. How did you like this season? I like this season so much because it was an amazing season. It always remained in my heart because it was a lot of good moments, also bad moments, but we stay always like a family, like a team, and we achieve our goal. But you started as if nobody could hurt Beerschot. The first few months, we were invincible. Or it looked like to be invincible. What changed? When we started in first division, it was we looked like underdog, you know, and nobody believed in us. But how say we stay like really like family. We fight for each other, you know, and it was amazing, really, yeah. And the year before, you got the championship. Was that the most beautiful moment of your career? It's the best moment for me because second division was so difficult. First half of the season we was not so good, but second half really going up and it was the other way around from this season. It always like this in Beerschot. For this 2 years, we know Beerschot being like that. It always was like this, but anyway, we achieved this. Yeah. Our goal, we go in final and we go in first division. Yeah. It's amazing feeling, really. Yeah. Do you know already where you're going to? To which club you're going to? I don't know yet. Yeah. You don't know yet. Yeah. You can't give a tip that you know of and that we may not know or might know. I don't go to Antwerp. You don't go to Antwerp. That's what we wanted to hear. Because you're also an international for Kazakhstan. Yeah. So you have to play in a first division club. Soon we will know. Yeah. You will know. Yeah.
And you, when we come to when you play Belgium, being Kazakh, then you're not going to score, I hope. No. Okay. I'll hold you to this promise. Dus hij moet ons verlaten, terug naar Kazachstan, of blijft hij in België? We zullen wel zien. Daar straks met Mark en Davy hadden we het al over de jeugd. Wij hebben iemand in de studio nu die ook met jeugd te maken heeft gehad in een vorig leven. Dat is Sander van Praat. Hij is nu technisch manager hier. En mijn tweede gast hier is Frederik van der Steen, algemeen directeur. Sinds kort, sinds begin april. Ik ga beginnen met jou. Wat was jouw band met jeugd en voetbal? Wel, ik ben het professionele voetbal binnengekomen als jeugdtrainer. Zowel in België. In Londerzeel? Nee, niet in Londerzeel. Ik durf het niet zeggen op de camera. Ja. Bij de Antwerp? Bij KV Mechelen. Oké, dus Mechelen. Dat valt nog mee dan. En nadat ik het voetbal ben binnengekomen bij KV Mechelen, heb ik ook lang in het buitenland in het jeugdvoetbal gezeten. En dan zachtjes aan geëvolueerd naar meer het voetbal van volwassenen. Ja. En nu ben je hier technisch manager. De functie houdt wat in? In samenwerking met de collega's van het technisch comité en ook in samenwerking met bestuurslid, Jan van Winkel, zetten wij eigenlijk de sportieve lijnen uit binnen de club. Ja. Frederik, dat is ook een deel van jouw job, hè, want je bent algemeen directeur sinds begin april. Wat heb jij ervoor gedaan? Ik heb eigenlijk een dertigtal jaar in de sportindustrie gewerkt, dus vooral in de textielbranche. Dus ik heb voor verschillende sportmerken gewerkt en uiteraard waren de voetbalclubs van eerste klasse tot laagste niveau mijn dagelijkse klanten. Ja, kan dus me voorstellen. Nu, dus met de truitjes en de broekjes en de kousen zit het al goed natuurlijk en vervolgens seizoen waarschijnlijk. Zeg maar, wat hebben jullie dan met elkaar te maken? Hoe gaan jullie moeten samenwerken? Wel, er is eigenlijk vanuit het bestuur een soort triumviraat, een management met drie personen opgericht zijnde. Dus David de Smet, die zich zal bezighouden met het sportieve van de jeugd en het uitbouwen van de jeugdacademie. Sander houdt zich bezig met het hele sportieve aspect van A-kern, ook B-kern. En ik zelf ben eigenlijk verantwoordelijk voor het operationele of de dagdagelijkse leiding van... Dan hebben we zo een beetje een overzicht. Jullie hebben natuurlijk ook het vorig seizoen meegemaakt. Dat kan niet anders, hè? Zelfs als je hier niet effectief was misschien. Hoe kijk jij daarop terug? Ik denk het einde heeft dan wel een bittere nasmaak. Hè? Het feit dat we die play-offs net op het eind missen, de laatste speeldag, ertussenuit vallen. Maar als je alles bij elkaar neemt, je kijkt naar onze doelstellingen die we gezet hebben in het begin van het seizoen, dan hebben wij het meer dan goed gedaan. Vandaag doet dat nog een beetje pijn. We zijn sportmensen, je wilt altijd het hoogste bereiken. Ik denk dat dat eigen is aan onze club, dat dat ook eigen is aan onze supporters. Maar goed, als we alles bij elkaar nemen, moeten wij meer dan tevreden zijn. Frederik, jij bent erin gestapt toen het nog hangen vallen was. Was het voor jou een ontgoocheling? Ja, uiteraard. Hè. Dat is wat Sander ook vertelt. Hè. Je hebt op een moment, je bent in gesprek met Beerschot en je ziet ze dan toch op een moment op E-puntje van de play-off 1. Ja, dan ben je toch al snel een beetje te dromen en mee te gaan in het enthousiasme, hè, uiteraard. En dan, ja. En leer je daar dan iets uit voor volgend jaar voor jezelf, strategisch bijvoorbeeld, wat je daarmee zou kunnen aanvangen? Ja, uiteraard. Hè. Moeten we daar sowieso uit leren uit de situatie. Ook uit het hele COVID-verhaal moeten we sowieso heel veel uithalen. Uiteraard. Alleen, wij moeten het proberen een beetje het commerciële en de werking van de club los te koppelen van de resultaten. Dat is natuurlijk het ultieme doel. Maar dat is niet altijd gemakkelijk. Nee, want een deel heeft daarmee te maken natuurlijk. Je kunt maar vooruitblikken als je weet dat je sportief sterk staat. Ja, dat klopt. Ik denk dat het nog altijd de basis is van een voetbalclub. Maar ik denk in de professionalisering die de club aan het doormaken is de laatste jaren, met hetgene dat nog voor ons ligt, is het sportieve zeker belangrijk, hè, is de basis, maar de verschillende facetten er rond zijn ook al goed ontwikkeld en zullen de komende jaren nog verder doorontwikkelen.
En als algemeen directeur, voel je je veilig bij Beerschot qua financiën, de hele omkadering? Is dat een veilige haven? Ja, ik voel me heel veilig. Ik heb ook heel goede gesprekken gehad met iedereen, ook met de mensen van United World, met heel het bestuur hier, ook met uiteraard Sander en Davy, omdat wij uiteindelijk de dagelijkse leiding in handen hebben. En dus op geen enkel moment is er bij mij nog geen 0,5%. Er is gewoon geen twijfel geweest en vandaag ook niet. Ik voel heel veel warmte bij mijn collega's. Ik ben hier fantastisch goed onthaald. Iedereen ondersteunt mij ook in mijn zoektocht en vooral in mijn inwerkingsproces. Dus nee, en heb je al een doel gesteld? Eén doel waarvan je zegt van dat wil ik volgend jaar bereiken voor waar ik verantwoordelijk voor ben? Ja, gezien mijn achtergrond in het commerciële, wil ik natuurlijk de club commercieel verder uitbouwen en de commerciële inkomsten die moeten omhoog. En dat is duidelijk. Voilà, dan heb je werk. En jij? Ja, wij hebben denk ik best ook wel wat werk, maar wij hebben een heel goede basis om van te vertrekken. Als je kijkt hetgeen dat dit seizoen gepresteerd is door de jongens die al lang bij ons zijn. Die jongens gaan hier volgend jaar ook zijn. Wij noemen dat de foundation van de ploeg, van de club. Die jongens zijn hier ook. En dat zijn jongens waar je echt wel mee ten strijde kan gaan. Ik denk dat dat al meermaals bewezen is. Dus samenwerken naar de toekomst toe met een goede club, met goede voetbal. Best, hè? Maar met resultaten ook. Wij wachten uw resultaten ook af voor het volgende seizoen. Heren, bedankt voor het gesprek. Dank u wel. Dank u. Sterkouders van het vorige seizoen, die mogen zeker en vast niet ontbreken hier vandaag. En daarom hebben we Ryan en Rafa hier in de zetel. Rafa, how did you feel the last season? What was your utmost feeling with it? Yeah, it's one word, it's proud. Proud of the team, proud of the club. What we achieved the last 2 years now. To come in the first division, to play a really good first season in the first division, and I think proud is the good word. Okay. Ryan zit naast hem, en dan zou je zeggen, maar dan moet er toch een scherm tussen zitten, maar ze zijn allemaal getest, ik ook ten andere. Straks, als er mensen zijn die niet getest worden, staat er een schermpje tussendoor. Ryan, hoe voelde het voor jou dit seizoen? Ja, ik ben het helemaal eens met Rafa. Ik denk dat wij mogen terugkijken op een heel mooi seizoen. We komen uit tweede klasse. We hebben toch wel boven verwachting gepresteerd dit seizoen, denk ik. En jammer genoeg waren er geen fans in het stadion om die momenten met ons te delen. Maar ik ben heel tevreden met hoe wij dit seizoen ons mannetje hebben gestaan in de eerste klasse. En wat vind je van zijn statistieken? Ja, dat is geweldig. Hè? Ik had gelezen dat na Lewandowski het beste in Europa is. Dus ja, dat is... grote plan voor hem. So you're going to catch Lewandowski in his tail, and next season you're going to do even better. No, first of all, now it's important that we take a good rest. It was a long season for us, for everybody in the club. It's not good that we have 3-4 weeks to switch up the body, and then we must work hard again. I think we players must do the next step. I think. The club must do the next steps in the right way, and I think we are in a good way, and we will see what happens in the future. Is het voor jou spijtig dat je moet stoppen nu en dat je die play-offs niet mag doen, of denk je die play-off 2? Voor mij persoonlijk, ik had heel graag nog play-offs gespeeld, maar ik denk dat voor iedereen van de groep wel telt. Je gaat altijd voor hoogst haalbaar en dat was tot de laatste speeldag mogelijk voor ons. Jammer genoeg hebben we dat niet kunnen doen, maar dat doet niks af aan ons seizoen. Maar ik had heel graag nog 6 weken doorgegaan. Ja. Would you have signed for this result in the beginning of the season? Yeah, I think not only me. I think every supporter, everybody in the club would sign this. Of course, in the end was a little bit pity that we going to the playoffs.
But it's also what I say always, we must be realistic, we must look how it's our budget, how it's around the stadium here, everything. And there we must be proud for the ninth place, and we will see what next year happened. We go again full, and maybe we go next year to the playoffs. Voilà. Ryan, terug in Antwerpen, dat moet toch fantastisch zijn. Het is toch een schoon stad, hè? Ja, natuurlijk. Ik ben geboren en getogen in Antwerpen, dus dat is mijn stad. Ik heb er ook heel de jeugd doorlopen. Dus, Nu, Rotterdam heb je ook gezeten. Ja. Ook een schoon stad, maar het is toch niks vergeleken bij Antwerpen? Nee, het is anders. En ja, het is niet vergelijkbaar, zoals ik al zei, omdat ik hier wel er eerst vandaan kom. En, ik heb er heel de jeugd doorlopen en nu om in het eerste te spelen, dat is een jongensdroom. Ja. Jij hebt de jeugdwerking van Mark Nouwe nog meegemaakt. Ja, mijn laatste jaar in Beerschot, -19, was Nouwe mijn trainer. Mooie momenten meegemaakt. Ja, schitterende kerel. Ja, geweldig. Ja. Rafa, do you like Antwerp? And don't say no. Yeah, I love it. I was in the lucky position that I play now in Stuttgart, Zurich and Vienna, and now in Antwerp, all beautiful cities. Mm-hmm. And yeah, I say it also often, for me it's important that I have a good feeling also outside of the pitch, and this I have here to 100%, and I feel very good here. And outside of the pitch, there's also a very good friend with whom you're going to restaurants, etc. here in Antwerp, Denis Filichenko. He's going to leave us? Yeah, I'm very sad. It's for me, especially for me, I think really hard, because he speaks my language. When I come here for 2 years, he helped me a lot. He showed me the city, he showed me where the nice places in Antwerp. I think from the last years, we was nearly every day together. But yeah, this is part of our game. It's part of our job in football, that sometimes players go other way, or the club decide that the player must go another way. But yeah, we are good friends. We will stay in touch. He showed me everything, and I'm really thankful that I meet him. En Rafa zal niet de enige zijn die Denis zal moeten missen. Wij ook. Als van mij persoonlijk afhangt, dan degene die ik het minst graag zie gaan voor volgend seizoen, dat is ook een sterk houder, een sterke mens, een goed lachse, ongelooflijk, echt een beerschotter, rauw met een gouden hart. Dennis, we're going to say goodbye to you. Yes, every beginning has an end. So. That's true. Yeah. That's true. Except the sausage. It has two ends. Yes, and okay. Love. No, well, cool. How do you feel playing last season? Last season, I feel, personally for me, not the best. I played like 17 or 18 games. But all the time when I played, I think I give always 100%, like I always do. It's my style. For the team, I'm quite disappointed a little bit that we didn't reach the playoffs too. But all in all, it was an amazing season. Ninth place from 18 teams. First year in 1A. It's actually amazing for the club. And everybody should be really proud to reach this. But yeah, all in all, we could have done a little bit more to reach the playoffs too, but this would be like the point on E, yeah? Yeah, yes. True. Now, the years before that, you like being here, I think. Yes. Now, if you know me, I'm here 5 years already. It was an amazing 5 years. I came in when it was like... amateur division, when we were like still changing in Wilrijk, there was we had no gym. There was very like kind of just starting to be professional. I went through everything. Players left, players came, players left. I stayed with some other players, and the whole journey was amazing because I see so much of the club. New people I made so much friends, so much supporters. I got the respect from the supporters. I respect them, my teammates. I respect them a lot, and I'm never going to forget this 5 years. You stole everybody's heart, and people who do that in Antwerp and in Beerschot, they deserve something. Okay. And you will see what you're going to get now. Mm. This is for the Hall of Fame. Wow. No, not yet. Not yet. Dennis personally. Really? This is for Dennis personally. Presents for him.
Wow. Thanks for all those amazing years, legends. We are not going to forget you, but we hope you also not going to forget us. And that's why we made something for in your fantastic room. So we can every day see it and think about it. Very nice of you, Francis. Thank you very much. Here you go. That's for you personally, but we also have... Yeah, I spoiled it a bit. Nobody can forget you, and that's why... We're gonna hang you. You're going to be hanged. In our room of fame, huh? Yeah. You know that, where we have all the players. They were so important for the club. They get a special place, and I hope you like the picture. Amazing. But, thank you. Thank you. Thank you. Yeah, sure. And that's for the Hall of Fame. That is for the Hall of Fame. Very nice. Yeah. Nice picture. Right, take it back. Yeah. Yes. And there's something more. I think you are a real legend for Beerschot. Okay. Yeah. Now, what was your favorite moment here at Beerschot? Let me think. It was. I try to avoid the football facts because football is football. Football is always. Everybody loves football, but more the human side to football. You know, the human side that making so many friends for life. You know. Yeah. And life is more important than just playing football, but you are playing something else too, because we know each other from that moment. You play the cello. I play the cello, but to be honest, I stopped it now already. And I actually applied last week, so I have to cancel it again, for piano lessons. Oh. But we have footage of you playing the cello and Bob Maddox and me singing to it, but we couldn't air that because Hernan didn't like it. Just before the game against Mechelen. Yeah, it was amazing. It was you and the other singer also. Was Sticky was there, Stickens, and Joske. And we were like, you were singing, it was amazing. I really enjoyed this night. I really enjoyed it. A lot of wine, a lot of fun, laughs, and it was a very nice video. And I'm really, I was a little bit sad that they didn't post it. But we are going to post it now. Now it's difficult games, two games. I said nothing this year. It's going to be very difficult. But we're going to see. Que sera, sera. Beerschot, dat is een ploeg vol cracks. Je wordt er zot van, moord is de max. Spel was soms rommel, verloren in rommel, maar blijven er vol voor gaan. Que sera, sera, we gaan naar Iena. Het mag maar, het moet niet na, we gaan naar Iena. Beerschot, dat is een ploeg vol cracks. Je wordt er zot van, moord is de max. 9-9, de Bob komt er niet tegen. Ook Leuven ging er al. Que sera, sera, we gaan naar Jena, Jena. Het mag maar, het moet niet na, we gaan naar Jena. Beerschot, dat is een ploeg vol cracks. Je wordt er zot van, moord is de max. Spelen finale, gaan we het halen. 30% volstaan. Que sera, sera, wij gaan naar Jena, Jena. Het mag maar, het moet niet na. We gaan naar Jena, geroep ons na. Met een klein technisch mankementje, vandaar dat ik even nu deze microfoon moet gebruiken.
Het logo staat gelukkig langs beide kanten. Het is al een paar keer gezegd vanavond dat we echt met Beerschot wel een goed seizoen hebben gedraaid. Nu zit er iemand bij mij in de zetel waar die vraag misschien wel heel moeilijk voor kan zijn. Wil, hoe tevreden ben jij met het seizoen? In het algemeen zeer tevreden. Natuurlijk waren die laatste twee nederlagen wel heel pijnlijk. En dan zuur, omdat je er zo dichtbij staat op het einde. Maar als iemand in het begin van het seizoen had gezegd van jullie gaan negende eindigen en tot de allerlaatste speeldag meedoen om tegen ploegen zoals Gent, Standaar en zo mee te doen voor die play-offs, dan had iedereen, denk ik, daarvoor getekend. Dus ja, zo'n dubbel gevoel, maar die algemene gevoel is wel positief. Je hebt het ook moeten overnemen op een moment dat het echt niet simpel was. Hè. Het ging een beetje minder na een schitterende start. Toen jij het overnam of de vraag kreeg om het overnemen van Hernan, heb jij geslapen die nacht? Nee, dat was zeer moeilijk slapen. Zeker omdat ik nog de keuze had om mee te gaan met Hernan. Maar ja, ik heb het toen ook gezegd. Dat was gewoon mijn buikgevoel en iets dat ik ook wou doen. Maar we zaten inderdaad in zo'n periode dat moeilijk was sowieso, maar moeilijker gemaakt was door COVID. Dat komt er nog bij, hè? Die kwam er zeker ook nog bij. En dan ja, we hadden ook, was dat 2 op 21, zoiets. Dus we wisten wel dat we in een situatie waren waar we iets moesten veranderen. En dat was ook afgesproken met Hernan. En we hadden gezegd van we gaan iets moeten aanpassen en iets moeten doen. En dus om uit die moeilijke situatie te geraken, moet je ook iets anders gaan doen. Ja. Sommige spelers waren niet of hadden niet dezelfde vorm als in het begin van het seizoen. We scoorden niet kan meer. Er kwamen maar wat blessures bij ook op dat moment. Ook, hè? Ook. En dus die algemene situatie was gewoon een ja, zoals gezegd, een moeilijke situatie. Maar je hebt het doorgesproken met Hernan voor je vertrok al. Hoe dat je iets zou veranderen op dat moment? We waren bewust dat we in een situatie zaten waar als we iets niet hadden veranderd, dat we wel in de problemen zouden komen nadien. Ja. En we hadden ook in het begin van het seizoen gezegd van op het moment dat we niet meer zoveel scoren, gaan we ook problemen hebben. En dat is ja, effectief zo geworden. Dat is zo gebleken. Ja. Zie, je hebt T2 geweest onder twee grote mannen eigenlijk, Stijn Vreven, dan Hernan. Ik kan me dan voorstellen dat je er wel iets van bij leert van die gasten. Ja, enorm veel. Zeker. En van de trainers met wie ik daarvoor ook heb gewerkt. Ja. Maar dat is ook mijn principe. Ik wil gewoon zoveel mogelijk leren van iedereen. Mm-hmm. Is dat een trainer, is dat een speler, is dat iemand van bestuur? Is dat zelf een jeugdtrainer of een supporter? Ja. Oren open en ogen open. Ja, voilà. Iedereen heeft een verhaal te zeggen en iemand heeft informatie. Jij speelt zelf ook nog wat voetbal, dacht ik, hè? Ja, ik probeer dat. Je probeert het niet op het hoogste niveau, maar dat is gewoon om mijn kop leeg te maken en te profiteren, zou ik zeggen. Zeg, als je zo langs de zijlijn zit, hoe bewaar jij, want jij bent een baken van rust en kalmte, hoe bewaar jij dat? Wringt dat van binnen soms niet? Ja, wel. Zeker wel. En dat is ook kritiek op mij geweest, dat ik niet zo expressief en zo ben. Maar ook door mijn verleden heb ik soms wat uitgeschoten. Ja, bij die imago dat ik soms had bij Liersen en zo. Ja. Dat was zo van een jonge gast die heel arrogant en heel extrovert was. Tenzij dat helemaal niet zo was. Dus ik hou bewust mijn cool, zou ik zeggen. En ik probeer zo rustig en zo gefocust mogelijk te blijven op die wedstrijd en op die spelers. Om niet onder emotie zo'n rare of een domme beslissing te maken. De focus is belangrijk, hè. Stel, zou er in het tweede deel van de competitie bij jou iets anders met wat je nu weet? Zou jij iets anders hebben gedaan om toch die play-off 2 te kunnen halen? Of denk je, dat parcours was juist? Het is gewoon pech.
Nee, want we hebben zo punten ook gehaald. Natuurlijk zou iedereen willen zeggen, ja, we hadden liever Tarek bijgehouden. Ja. Maar dat was voor de club geen optie en voor hem ook niet, denk ik. En zou dat het verschil gemaakt hebben? Ja, ik denk Tarek Tissoudali is een fantastische voetballer. Hè. Die heeft dat bewezen, die heeft dat bij ons bewezen en bij Gent. En je mocht ook niet onderschatten de rol dat hij speelde in onze systeem en in onze ploeg. Want dat duwde de tegenstander, bij manier van spreken, 20 meter verder of dieper. Omdat ze wisten, ah ja, wacht. Ze hebben nu Tarek Tissoudali hier rondlopen, dus we gaan wat voorzichtiger zijn. Maar we hebben onszelf, ja, of ik heb mezelf aangepast. Dat was gewoon een feit. Het was zo. En we hadden de spelers die daar waren nodig om op een andere manier te gaan spelen en op een andere manier punten te pakken. In ieder geval van mij, en ik denk van veel supporters, krijgen van ons allemaal een dikke pluim voor een echt wel mooi seizoen. Dank je wel. Dank je. En zo dadelijk gaan we vooruitblikken en ook een beetje terugblikken op de 7 jaar met Walter Dame. Je hebt het vanavond al gehoord, we doen het goed, maar we komen van ver. En iemand die dat heeft meebeleefd vanaf het begin, die zit nu bij mij in de studio in de zetel. Walter Dame, hoe blik jij terug op die 7 jaar ervoor? Goh, eigenlijk bijzonder trots en blij dat ik dat heb mogen meemaken. We zijn 7 jaar geleden gestart met een groep. En als we toen hadden kunnen voorspellen dat we met de club momenteel zouden staan, hoe dat we zijn gegroeid, hoe dat die club verder is uitgebouwd. Ook al moet er nog veel gebeuren, dat is fenomenaal. En als je dan bekijkt van de eerste provinciale naar 1A, dat is altijd de doelstelling en geweest. En dan dit seizoen, ongelooflijk goed beginnen, fantastisch beginnen, daarna zak het wel weg. Dat moet ook wel pijn doen, denk ik. Beide, hè, maar je hebt natuurlijk intens genoten van dat moment. Ik heb het ook altijd als een momentopname beschouwd, waar je op dat moment heel veel plezier moest beleven. En je wist natuurlijk ook dat de kans groot was dat dat niet volhoudbaar was. Maar dan nog is men blijven doorvoetballen. Oké, sommigen zeggen het was niet altijd scherp genoeg, er was soms niet genoeg inzet. We hebben dan die coronabesmettingen gehad. Daar wou ik ook iets op zeggen. Zou het anders gelopen zijn als COVID er niet zou geweest zijn, dat er hier supporters in zitten? Want dat is toch een deel van de club, hè? Die supporters, die kern. Ja, ongetwijfeld. Oké, en niet enkel hier, maar ook op verplaatsingen. Je zou naar bepaalde stadia in de omgeving gaan of verder, waar je natuurlijk altijd je 1.000, 1.500 man mee hebt. Dus dat had een verschil kunnen maken. Maar dat geldt ook natuurlijk voor andere clubs. De beleving dit seizoen was eigenlijk minimaal, maar het genot van een aantal wedstrijden en de trots die je kon hebben om toch een aantal reuzen te hebben gedood. Ik kan ons deze seizoen gerust de reuzendoders noemen. Dan kijk je daar naar terug mee van bon, fantastisch seizoen, heel veel uitgeleerd en nu op naar de toekomst. Je hebt ook de laatste 7 jaar heel veel bezig geweest met die supporters. Dat maakt een Beerschot supporter een Beerschot supporter. God, vooral, en dat is iets dat we proberen te koesteren, is dat rauwe en dat inventieve. Ja. We krijgen soms als het verwijt van de club van ja, de voetbalwet en zo, maar daar hebben we natuurlijk geen vat op. We hebben er altijd wel voor gezorgd dat we trachten een goede communicatie te onderhouden. En we hebben publiekelijk ook nooit niet gezegd van ah, dit mag niet meer, dat mag niet. Het enige dat ik een uitzondering op maak zijn absoluut geen racistische liederen. Maar voor het overige, in godsnaam, dat ze zich amuseren met originele spandoeken en dat die inventiviteit, die Beerschot, dat rauwe, dat originele, die Antwerpse humor, dat is hetgeen dat ons eigenlijk kleurt. En dat is ook hetgeen waardoor we bekend staan. Hè. Ook dit seizoen, Beerschot, ze staan op de landkaart. Dat zei uw voorzitter straks aan het begin van de uitzending. Overal waar we kwamen, de beer is back. Ja, en dat is ook zo. En overal weten ze terug dat we er zijn. En er is eigenlijk, iedereen zegt, we zijn ook zo blij dat jullie terug zijn. En niet enkel als Beerschot aan zich, maar ook voor die supporters, voor de animositeit die daaromtrent heerst, die spanning van, oh, de Beerschot komt. Dat is nog altijd, oh, de Beerschot komt. En dat heb je niet zo gemakkelijk bij andere clubs. En vandaar, als je dan ziet dat je vanaf eerste provinciaal tot nu altijd bijzonder veel supporters hebt gehad. Een hele schare van mensen die meegaan. Natuurlijk ook kritiek.
kritiek, maar dat hoort er ook bij hem ook heel veel vreugde. Ja, dan merk je dat het een schande had geweest als deze club niet meer op het hoogste niveau had teruggekeerd. En op het einde van dit seizoen mag de Beerschot supporter zich ook nog uitspreken. Hè? Volgende week hebben jullie iets gepland. Ja, is het opnieuw via de supporters, het manneke van het seizoen. En dat is het ook waar de spelers enorm naar uitkijken. Het is ook een bekroning. En dat is ook eigenlijk opnieuw een afsluiten van het seizoen. En ja, bon, blij dat het allemaal bestaat. Blij dat ik hier in de zetel kan zitten met een microfoon. Met het mooie toch wel. Hè? Want mensen vergeten dat vaak. Hè? We hebben in die 7 jaar de kleuren teruggehaald. We hebben de stemnummer teruggehaald. We hebben een nieuw logo ontworpen dat toch bijzonder goed onthaald is. Waar we ook met de supporters in dialoog voor zijn geweest. We hebben ons Olympisch stadion. Er is eventueel sprake van een nieuw stadion. Sprake van een nieuw jeugdcomplex. We hebben topspelers. We hebben internationals. We hebben eigenlijk alles. En dat allemaal op luttele 7 jaar van zero to hero. En laat ons hopen dat dat hero nog lang kan blijven duren. Wat verwacht je volgend seizoen, dat 8e? Ik denk dat dat het moeilijkste seizoen van een hoop gaat worden. 1. Het verrassingseffect is weg. 2. Iedereen, en dat is natuurlijk als je zo'n seizoen speelt, staat het terug op de landkaart. Maar dat betekent ook dat je terug zichtbaar bent, en heel zichtbaar in ons geval. En ja, bon, ik reken er natuurlijk ook op, en dat is ook al besproken, dat de nodige versterkingen komen, dat we gewapend gaan zijn. Ik heb natuurlijk heel veel schrik voor een Sheffield-scenario. Waarbij dat die vorig jaar het heel goed hebben gedaan, dit seizoen terug degraderen. En dat is natuurlijk een angst. En ook binnen het bestuur is dat iets waar we constant over bezig zijn. Dat mag natuurlijk ook niet verlammen. Ik kan ervan uit dat het een goed seizoen wordt, maar in ons achterhoofd zit natuurlijk, en daar zullen we absoluut de steun van de supporters voor nodig hebben, naar volgend jaar toe, dat het een moeilijk seizoen kan worden. En hoe meer supporters, hoe meer vreugde, hoe meer aanmoediging, hoe beter de financiële bittere pil van dit jaar ook gespreid kan worden. Hoe meer enthousiasme, hoe beter de spelers het doen. Dus het zijn voor mij, en dan druk ik me misschien wat wetenschappelijk uit, allemaal communicerende vaten. Als je je supporters achter je hebt staan, die zeggen, bon, wij leveren ook een inspanning, wij steunen, wij gaan ervoor, dan krijg je hetzelfde effect op het veld. En we hebben dat tegen de spelers ook gezegd. Als je natuurlijk de lamzak op het veld uithangt, dan krijg je natuurlijk boze supporters over je en boze bestuurders. En dat is die synergie tussen die twee groepen. En als we daar dat evenwicht in vinden, dat dit jaar er niet eens kunnen zijn omdat er geen supporters waren. Maar als we dan het volgende seizoen, dat wordt natuurlijk een groot feest. Hè. Hopelijk terug iedereen in het stadion. Het geroep, het getier, de vreugde. Ja, het wordt hier echt het Beerschot van de oude dagen. En het zal soms iets wat minder gaan. Maar bon, dat is nu een keer zo in het leven. Een maafwitte familie, allemaal samen in een Olympisch. Ja, maar verder dan dat. Hè. We zijn een maafwitte familie, maar we zijn ook een familie die uitbreidt. We merken dat we door het feit dat we hier toch nog dat rouwen hebben, ook heel veel jongeren terugkrijgen, die eigenlijk een beetje het beu zijn om in een afgelikte maatschappij te moeten leven. En we gaan dat koesteren, op een verstandige manier. Dat is een moeilijke oefening. Ja, dat is een moeilijke oefening, maar we gaan ook niet botweg zeggen, nee, dit wel, dit niet. Ja. En we gaan daar nog eens, nu dat we 3 maanden rust hebben, theoretische rust, er ook nog eens heel goed over nadenken, hoe dat we die beleving kunnen optimaliseren en hoe dat eigenlijk ieder die dit stadion binnenstapt, zegt van, wauw, dat is de Beerschot en dat vind ik nergens anders. We gaan zien volgend jaar en dan komen we terug bij elkaar om daar eens over te klappen. Ik hoop het. Walter, bedankt. Oké, Merk, graag gedaan. Zo, beste supporters, onze liveshow van deze avond zit erop. Bijna een uur hebben we het over onze Beerschot gehad. Bedankt alvast voor kijken. Hopelijk hebben jullie ervan genoten. En we zien elkaar snel weer op het Kiel in ons Olympisch Stadion. Tot de volgende keer.